Als je nou lastige teams moet aansturen, kun je daar een, een, een concreet voorbeeld van noemen? Ja, ja daar kan ik een concreet voorbeeld van noemen. Ik uh, ben in een tijd door de Baak, het Management Studiecentrum in Noordwijk, gevraagd om voor de klas te gaan. Uh, en voor de klas betekende in dit geval een groep werkeloze mensen, een man of twintig, tussen de 25 en 55 jaar, die twee jaar of langer werkloos waren. Mm -hmm. ...om die aan de slag te krijgen uh, op een goede manier. Nou, die hadden een uh, ritme van de dag. Uh, dat begon om één uur met een zak chips en dat was het ontbijt. Dus we hebben een heel programma erop gezet. En uh, een, een onderdeel van dat programma was weer een ritme krijgen op de dag... ...en ook uh, gesprekstechnieken. Nou, ik was degene in de bijstand, want er kwam helemaal niks terug uit die groep. Er kwam helemaal geen uh, support, niks. Dus ik was uh, de bijstandsgerechtigde. Uh, en uh, een collega van mij, die, uh, die was de werkgever... En de opdracht was in die groep om terug te koppelen wat ik allemaal fout had gedaan en uh, hoe het allemaal uh, ging, dat gesprek. Nou, uh, de mannen en vrouwen wisten haar fijn wat er allemaal niet goed was, alleen ze zagen het bij zichzelf niet. Nou, dat soort leervermogen uh, is er ingepompt en het resultaat was, uh, ook met het netwerk van uh, NCW-VNO en de directeur Harry Starre al daar dat iedereen aan de slag was binnen drie kwart jaar. En niet als magazijnbediener wat ze waren... maar bijvoorbeeld wel in de supermarkt of anderszins. En het gevolg daarvan was... de eigenwaarde nam toe, dat is één. Ja. Financieel eh, zaten ze het Eens. beter. Eens. Ja. En uh, dus dan, dan krijg je een, een, een stramien, ja. wat, wat geweldig werkt op, de, op deze wijze. En dat betekent ook dat mensen en tegenwoordig ook steeds meer regisseur moeten worden van hun eigen werkomgeving en van hun eigen leven. En minder afhankelijk zijn van alleen zeg maar een werkgever en zich daar afhankelijk van stellen. Nou is dat natuurlijk uh, uh, een fantastisch resultaat. Uh, wordt zoiets dan uh, ook nog uh, zeg maar, gekopieerd elders, hier in de, deze Ja, region? dat zouden we uh, heel mooi kunnen doen. Uh, we hebben dat uh, onder de noemer van werkcafés uh, genoemd uh, hier. En uh, Daar zijn we bezig met een opzet. Dat zou mooi in, de, in deze regio Food Valley handen en voeten kunnen krijgen. Ook met uh, zeg maar wat ik net noemde, die financieringsconstructie van de Food Valley. Door die werkcafés op die manier uh, concreet uh, te gaan invullen. En dat betekent, uh, ja, elke bijstandsgerechtigde die je aan het werk hebt, dat, dat scheelt een gemeente ook weer 20.000 euro. Zeker weten. Dus ja. ja, dan heb je het op die manier uh, kun je het goed voor elkaar ja, krijgen. Ja, dus daar is wel een keer natuurlijk een fonds voor nodig. Omdat uh, da, 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 daar, moet, daar moet, uh, 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 dat moet de financiën in. Ja, We gaan uh, luisteren naar een uh, heel succesvol nummer van het, uh, het album Rumors. Hier komt uh, Free, Fleetwood Mac met Go Your Own Way.